Het is vandaag Sinte Lucie in Berk, een heel oude traditie. Waar we ook dus de leegkoningin hebben, die vanavond ook hier is. En we zijn eigenlijk van plan om Sinte Lucie weer nieuw leven in te blazen. En vandaag ook dat we daar een start mee maken. Zometeen met een lampionnenoptocht naar het gemeentehuis toe. Waar we dan ook het oude traditionele wagenspel terugkrijgen. Pastoor gaat het Sint-Lucie-vuur ontsteken. Dat gaat gebeuren in de kerk. Samen met de leegkoningin Anouk en de twee hofdames. En de nieuwe kingerburgemeester van Berk. Zegen de licht, zegen het vuur. En laat het ook branden in ons hart. Geef dat wij allemaal licht mogen brengen in de duister. Goed wat het waardbaar is. Vreugde van vriendjes, blijdschap, troost en alle toegelen van ons opzicht in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dat vuur wilde stoken in een lantaarn van de Klapperman. Nou, dan mag u de tocht gaan beginnen en het licht brengen aan het, ons gemeentehuis, aan de burgemeester en aan alle die daar werken en aan heel de gemeente. En dan komen ze dadelijk naar buiten en dan is het grote Lucia-vuur. En van hieruit komen er een lampionnenoptocht richting gemeentehuis. Mijn lichtje in het donker, stralend als de zonneschijn. Een regenboog van liefde die altijd om ons heen zal zijn. De mooiste ster daarboven, in de hemel naast de maan. Voor eeuwig schijn jij in ons hart, jij blijft voor altijd bestaan. Als ik aan jou dit lichtje geef, geef jij het dan weer door. Aan iemand bij wie het donker is, die zichzelf een beetje verloor. Als jij iemand dit lichtje geeft, wees dan de warmte in de kou. De hand die op die schouder rust, zoals ik dat ook was bij jou. Als iedereen dit lichtje geeft aan iemand bij wie het donker is, dan zal het leven lichter zijn. En dan verslaan we samen de duisternis. Even bij het grote vuur. Ja. Ja. Eindelijk! Ja. Eindelijk, zegt ze. En daar werden we ontvangen door de wethouder Meurkes. En dan wordt het wagenspel opgevuurd. En de kinger kreeg daarna een tractatie van een lekkere warme chocomel met het lekkerste bij. De commandant is even geduld. Maar alles is in de eerste keer. Het nummer dat je een mooie optocht hebt gehad samen met de Klapperman. En de fakkeldragers. En ik weet even niet of de kinderburgemeester er ook bij zijn. Allereerst wil ik heel erg graag de gemeente bedanken voor het altijd fijne ontvangst. En ik wil ook iedereen bedanken dat ze komen om samen met ons het Lucia-vuur aan te maken en de optocht te lopen door Berk. Dit is voor ons de eerste activiteit van het jaar. En Paul, wat hebben we verder ook al heel erg veel zin in. Ik voel me vereerd dat, ik dit jaar leegkoningin mag zijn. En ik weet zeker dat ik samen met mijn twee prachtige hoofddames, Lotte en Jente, een fantastisch jaar van maken. Dat doen we niet om hier.
and what we